Ina Makloet was 8 jaar toen ze dankzij een voorbijdrijvend stuk dak de watersnoodramp van 1953 wist te overleven. Ons huis is ingestort. Ook dat van de buren, 3 tegelijk. Er zijn veel buren verdronken, vrienden. En we kenden elkaar allemaal. Ons dorp was klein en de halve straat bij ons is ingestort. Er zijn er een heleboel verdronken. Ik dacht van 65 en die ene straat. Wij zijn eruit gekomen en dat vind ik zo'n wonder. 305 andere slachtoffers in Oude Tongen overleefden de vloedgolf niet. Daarmee is het dorp op Goeree-Overvlakkee het zwaarst getroffen tijdens de ramp. Vandaag precies 65 jaar geleden. Het is ontzettend, het is vreselijk. Moet je je voorstellen wat dat betekent voor zo'n dorp. Dat er het hart uit het dorp weggeslagen wordt. Hoe belangrijk is het dus, zo'n herdenking? Het is ontzettend belangrijk, want het leeft hier enorm. Het is echt hier niet van voor of na de oorlog, maar voor of na de ramp. En elk jaar zien we bij de herdenking dat het aantal mensen toeneemt. De oudste die hier ligt, had een heel leven achter zich. Hij was 91 jaar. De jongste had nog een heel leven voor zich, maar mocht slechts 18 dagen oud worden. Nu herdenken wij, nu, 65 jaar later. Geen angst, de dijk is stevig, het water in bedwang. Wij herdenken.